Hallo, schilder. Enthousiasten. Mijn naam is Jille van der Veen, ik geef schilderlessen en daarvan zal ik u nu een proeve geven. Een simpele manier om een boom te schilderen. We beginnen met zwart, in dit geval. We maken een plasje zwart. We voelen even of het dik of dun genoeg is. Nou, het kan nog wel een beetje water bij. Dat is heel belangrijk. Het moet wel dekken. Het moet dus niet transparant worden, het is geen aquarel, maar het moet wel lekker strijken. Want we zijn natuurlijk nog niet klaar met de boom. Alleen de omtrek staat er nou. En u ziet, ik doe het ook met een iets kleiner penseeltje, want ik ga nu alvast een soort blaadjes maken. U ziet nou op mijn palet een reeks ontstaan, van zwart naar donkergroen, naar een iets lichtere groene. Steeds laat ik één randje staan, omdat je het dan nat in nat goed met elkaar kan vergelijken, omdat acrylverf altijd een beetje nadonkert als het droogt. En ook deze, nou het zijn natuurlijk een soort blaadjes die ik schilder, doe ik over het hele boompie. En nu gaan we bepalen waar het licht vandaan komt. Nou, stel dat het licht van rechts komt, dan komt hier dus iets meer van deze lichtere vlekjes dan aan de linkerkant. Kijk, nu ga ik dus niet verder met deze dingen aan de onderkant en aan de linkerkant. Het komt een beetje van schuin boven. Laten we zeggen dat het zoiets is. Ik zal er nog één extra randje licht op zetten om hem nog mooier te maken. Mocht uw interesse gewekt zijn, dames en heren, dan kunt u op donderdagavond bij mij terecht. Van 7:30 tot 22:00 geef ik les bij Galerie Haags en die zijn te bereiken via het e-mailadres info@marcellos.nl. Hopelijk tot ziens.